The skipper, who's good to his crew, gets repaid many times over by effort. Welkom terug bij de Flyer. Het is vandaag 21 mei. We staan hier naast de geplamuurde Rompas. Hij is nog een beetje nat. Welk stadium zijn we? We hebben de Romp helemaal gestraald. Het schip is in de primer gezet. Dat kan je een niveautje lager zien. We gaan even naar beneden. Je ziet hier het witte nog. Dat is de primer. Dus die twee keer ingezet. En nu zijn ze de plamuren aan het opbrengen. Dat doen ze in twee lagen. Deze is nu net voor de tweede keer gestrookt. En dit is wat er afkwam. Hier zie je ook de plamuur. Dit is nog de oude blauwe verf. Dat zie je nog een beetje er tussendoor schijnen. En daaronder staat weer een laag plamuur. Dus het was ongeveer zo dik. En dit gaat nu drogen en dan gaan ze dit weer terugschuren. Dit gedeelte is het leukste en ook eigenlijk het belangrijkste. Want dit moet natuurlijk, ja, dit wordt een blauwe kleur en dit moet gewoon strakker uitzien. Dus ze hebben redelijk met een ding gevochten gedurende de wedstrijd. Dus dit is de tweede laag van muur en we gaan een etage hoger. En als het goed is, kan je nu achter mij al de eerste dingen van de opbouw zien. De dockhouse in wording. Ze hebben de eerste wandjes al gezet. En nu is het kwestie van de hoeken erbij halen. Deze komen hier straks op de hoeken. Ja, het ziet er nu even niet uit, maar ze moeten alles nog op maat maken. En als je goed kijkt, zie je hier allemaal lijntjes lopen. De uitslagen. En deze heeft wat overlengte, dus deze gaan ze straks op maat maken voor op de hoek. Maar de eerste zicht is er al. En dat is wel een mooi gevoel. Dat zal een hoogtepuntje zijn als die af is. Ik ben Jurrie Zandbergen. Ik ben begonnen ooit als bankwerker. En toen ik wegging, 3 jaar geleden, was ik projectmanager pre-design. Connie stond heel dicht bij ons. Het was niet meneer de klant. Je had een heel goed contact met hem. Je kon hem alles zeggen en dan gaf je ook een eerlijk antwoord, ongeacht wat het was. Was het bijzonder? Voor Nederland bleek later heel bijzonder. Ja, want het was het eerste schip wat echt zo expliciet gebouwd was voor de Witbred. Door een eigenaar die zelf meevaarde, maar die is het eerste voer met een goed management. En Connie was de eerste die dus het hedendaagse systeem ingesteld heeft. De jongens kregen een bonus in plaats van dat ze geld mee moesten nemen. Dat was heel uniek. Connie was daar de voorloper van. Als ik hem zo zie, wat een klein bootje. Want je zoekt herkenningspunten en dan ga je zeggen, jee, dat was mooi. Ja, ik denk als ik er nu ga staan en ga een half uurtje kijken, rondlopen, dat begint te kriebelen. Ja.